Goedenavond, kijkers. Even checken of alles klopt hoor. Ja, ben weer in beeld, helemaal goed. Wat leuk dat jullie naar deze live uitzending kijken van Drink Thee met René, aflevering 9. Met de vraag, ben je een beetje verslaafd aan zoet, oftewel aan suiker? Ik heb er even een sportief truitje aan gedaan. Met deze warmte, dat leek me wat lekkerder. Uiteraard, wat ik al zei, drink thee met René, een lekker bakje erbij. Of koffie, of wat je ook wil. Heerlijk, even genieten. Zonder suiker overigens hoor. Dat doe ik al jaren. Veel mensen eten te veel zoetigheid en hebben moeite om dat te laten. Ja, en misschien dat je na deze live uitzending wat minder moeite hebt om te minderen met suiker. Want helemaal stoppen, ja, dat is eigenlijk ook weer niet nodig. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben René van der Schraaf. En ik help mensen om een positief en gezond leven te leiden, waardoor ze gelukkiger worden. Ik ga mijn thee even aan de kant zetten, want anders gaat die misschien over mijn computer. Dat is niet de bedoeling. Ik heb na de middelbare school 29 jaar bij Defensie gewerkt, totdat ik in 2006 met mijn business begon. Ik ben daar part-time mee begonnen. En ik zocht namelijk iets wat ik voor mezelf kon opbouwen, waarmee ik anderen zou kunnen helpen, omdat ik in mijn baan niet meer happy was. Nou, wat ik al zei, ik ben hier part-time mee begonnen, naast een baan. Ik ben wel weggegaan bij Defensie. Ik ben gaan lesgeven op een mbo-opleiding. En na 3 jaar heb ik die baan ook aan de kant gezet. En ben ik gewoon fulltime met mijn business verder gegaan, want dat gaf toch meer voldoening. En het is echt het meest waardevolle, hè, wat ik me kan bedenken om andere mensen te helpen. Om gelukkiger te leven. Nou, en dat doe ik nu onder andere door 1 keer in de week zo'n live sessie te doen. We gaan het dus hebben over, ja, ben je een beetje verslaafd aan zoet, aan suiker? Want er zijn best wel veel mensen die onbewust vaak dat eigenlijk wel zijn. Je lichaam zet suiker om in energie. Eerst eventjes mijn presentatie er nog bij. Dat is misschien ook wel handig. Neem aan dat dat wat beter te zien is. Zo. Je lichaam zet suiker om in energie. Nou, dat doet het op verschillende manieren. Suiker bestaat uit fructose. En suiker bestaat uit glucose. Nou, fructose wordt verwerkt door je lever. En glucose wordt opgenomen in je bloed. En het hormoon insuline, hebben we vast allemaal wel eens van gehoord, zorgt ervoor dat de glucose in je weefsels komt als brandstof voor je lichaam. Is suiker nou eigenlijk slecht? Nee, suiker is niet per definitie ongezond of slecht voor je. Te veel suiker, dat kan wel slecht zijn voor je lichaam. Krijg je te veel suiker binnen, ja, dan kan het zorgen voor overbelasting van je alvleesklier. Het kan zorgen voor overgewicht en het kan zorgen voor diabetes type 2. Maar alles gaat nog goed, ja. Het is wel belangrijk om te weten dat je lichaam alle vormen van suiker op dezelfde manier verwerkt. Dus het maakt geen onderscheid tussen geraffineerde suikers en natuurlijke suikers. Palmsuiker, kokosbloesemsuiker en alle andere vormen van wat ze noemen natuurlijke suikers. Ja, die zijn dus niet per definitie beter of gezonder dan de geraffineerde suiker. Die vaak zit in producten als koek en snoep, frisdrank, vruchtensap, dat soort dingen. En er wordt wel beweerd dat natuurlijke suikers gezonder zijn, omdat de glycemische index lager is. Glycemische index, dat is hoe snel koolhydraten in het bloed worden opgenomen. Er is alleen echter geen wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Dus ja, dan maakt het op dat punt niet zoveel uit. Hè? Ook wordt beweerd dat natuurlijke suikers veel vitamines bevatten. Nou, het vitaminepercentage in natuurlijke suikers is best wel laag. In 100 gram honing bijvoorbeeld zit 3,2 milligram vitamine C. Nou, dat is dus erg weinig. Als je dat even vergelijkt met 100 gram sinaasappels. Daar zit 50
milligram vitamine C in. Nou, dat is een behoorlijk verschil. Je kan suiker zien als een slechte relatie. Je weet dat je uit elkaar moet gaan, maar je doet het niet. Dat vond ik eigenlijk wel een leuke. Je weet dat je uit elkaar moet gaan, maar je doet het niet. Eigenlijk hoor je heel weinig over dat probleem. Af en toe is het in het nieuws. Maar ja, ook weer niet heel vaak. Nou, gebrek aan bekendheid bij het publiek maakt, zorgt ervoor dat over de schadelijke effecten zorgt ervoor dat, ja, dat het zo gevaarlijk is eigenlijk. Hè? Want we staan er gewoon niet bij stil en we worden er ook niet op geattendeerd. Te weinig in ieder geval. Even een klein overzicht van hoeveel klontjes suiker er nou in bepaalde frisdranken zitten. Je ziet het hier ten opzichte van water. Hè? Je ziet hier een flesje water op de slide. Nou, daar zit dus niks in, logisch. En het loopt op. Het wordt steeds meer. Chocomel, light, chocomel gewoon, nou, noem maar op. Onbewust krijgen we dus heel veel suiker binnen. Suiker besluipt je dan ook in de vorm van een soort troostmaaltijd of een stemmingslift. Je voelt je niet lekker, je neemt even wat suiker, iets waar suiker in zit. En je hebt weer een goede bui. Nou, en als de meeste mensen denken aan schadelijke effecten van suiker, dan denken ze vaak aan een paar gaatjes in je tanden. Of gewoon wat extra kilootjes. Maar we realiseren ons helemaal niet hoe erg die lange termijn effecten van de suiker op het lichaam nou kunnen zijn. Reden voor het ontbreken van informatie over schadelijke effecten. Even mijn mond bevochtigen. Over de schadelijke effecten van suiker is niet te wijten aan een gebrek aan goed onderzochte informatie. Het is commercieel. Grote voedselbedrijven hebben zwaar geïnvesteerd in het maken van producten met overtollige suiker. Er gaan enorme winsten verloren als het grote publiek zich plotseling bewust wordt van die geheime publieke vijand. Want dat is suiker natuurlijk. Ik hoorde pas op RTLZ, ik heb het verder niet gevolgd, maar er was een aankondiging, dat ging inderdaad over ongezond eten, dat bij Nestlé, alle producten die Nestlé maakt, en dat zijn er nogal wat, daarvan is meer dan 60% is ongezond. En daar valt suiker dan ook onder. Nou, dat is nogal wat, meer dan 60% is ongezond. Behoorlijk veel. Ik geef je 7 redenen waarom je sterk zou moeten minderen met suiker. Hier zie je de eerste. Suiker laat je er ouder uitzien. Suiker hecht zich aan eiwitten die moleculen vormen. En die schadelijke moleculen die vallen vervolgens de eiwitvezels in elastine en collageen aan. En die zijn verantwoordelijk voor je stevige huid. Ik ben al wat ouder en mijn huid begint al wat uit te zakken hier en daar natuurlijk. Dat is logisch. En naast het verzakken van je gezicht kan het ook verlies van elastine en collageen kan het verlies van die elastine en collageen, de antioxiderende enzymen in je huid verminderen. Dat is heel belangrijk natuurlijk, want daardoor beschadigt je huid. Hè? De effecten van schade door de zon en dergelijke, die versterken je dan en die vergroten je rimpels. Tweede punt. Suiker maakt je organen vetter. En dat is een hele gevaarlijke trouwens. Iemand kan er aan de buitenkant gezond uitzien en aan de binnenkant ongezond zijn. Het zogeheten visceraal vet. Dat vet wat rondom je organen zit. Vet is niet iets dat zich alleen ophoopt onder je grote spiergroepen. Het is ook iets dat de organen vet maakt. Nou, de lever bijvoorbeeld is een efficiënt opslagorgaan. Bolletjes vet die zich rond de lever opbouwen. Ja, die zijn een voorloper van niet-alcoholische leververvetting. En voor 1980... was deze aandoening zeldzaam. En tegenwoordig komt het in onze door suiker geobsedeerde samenleving vaker voor, veel vaker. Even een plaatje van 1970. Dit is dan toevallig een stel. Ik kwam dit plaatje tegen op Facebook. Vond ik wel een leuke. Afgelopen dagen. Maar zo zagen de gemiddelde meiden er in 1970 uit. Qua postuur, hè, bedoel ik dan. Nou, dan zie je, die zijn dus niet dik. Het kan wel zijn dat ze natuurlijk wat
orgaanvet hadden opgebouwd. Maar dat is zeer twijfelachtig, want toen zat er lang niet zoveel suiker in ons eten. Ik vind het een prachtig gezicht. Er komen gelijk weer herinneringen bij mij boven. Altijd leuk. Het derde punt. Suiker bereidt je voor op diabetes. Veel wetenschappelijke studies geven aan dat onbeheerste suikerconsumptie de reden is waarom diabetes toeneemt. En daar wordt nog wel eens een keer de nadruk op gelegd. Mensen die suikerhoudende dranken drinken hebben tot 83% meer kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Ja, dit is dus ouderdomssuiker, wat ze dan wel vaak noemen. Alleen dat krijgen mensen op steeds jongere leeftijd. Met name door de hoeveelheid suiker. Ik weet niet of jullie het weten, maar suiker zit ook in vleeswaren bijvoorbeeld. Ik heb nog niet opgezocht waarom dat is. Er zal vast wel weer een reden voor zijn. Maar ja, zo zie je dat het eigenlijk overal in is, behalve in water. Dan drink ik veel water en thee. Vierde punt. Suiker verhardt de bloedvaten. Hoge bloedsuikerspiegels kunnen veranderingen veroorzaken die leiden tot verharding van je bloedvaten. Als bloed het moeilijk heeft om door het lichaam te stromen, omdat die bloedvaten hard zijn, krijgen je organen niet de zuurstof en de voedingsstoffen die ze nodig hebben. En na verloop van tijd eist dat proces xenol. Dat snap je zelf wel. Hè? Als je niet je organen niet de juiste zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Heel vervelend. Vijfde punt. Suiker verzwakt je hart. Suiker is heel slecht voor je hart. Dat komt omdat suiker in verband is gebracht met diabetes type 2, net al even aangegeven, en hoge bloeddruk. En dat zijn twee gezondheidsproblemen die de belangrijkste oorzaak zijn van beroertes en hartaandoeningen. Dus is het ook om dat punt zaak om te minderen met suiker. Suiker verhoogt het slechte cholesterol. Nou is het zo dat vroeger werd er gedacht dat slecht, daarom heet het ook zo, slecht cholesterol, dat heb je eigenlijk zo min mogelijk nodig of niet nodig. Maar het moet in evenwicht zijn. Goed en slecht cholesterol moet in evenwicht zijn. Twee soorten cholesterol zijn er dus. De lever reageert op suikeroverbelasting door meer slechte cholesterol aan te maken. Nou, mensen die te veel suiker consumeren, die creëren dus een cholesterol-disbalans in het lichaam. En dat is dan weer slecht. Suiker is ook slecht voor je humeur. Oh ja. Ja, suiker is slecht voor je humeur. In eerste instantie niet. Suiker liegt ook een beetje tegen je. Het fluistert eigenlijk van je zal je beter voelen. Gewoon een klein beetje, je zal je beter voelen. Nou, in het begin is dat ook even zo. Maar als je die eerste suikerstoot hebt gehad, hè, dan hebben de hersenen daarna moeilijker om opnieuw dopamine te produceren. Dat gelukstofje wat in je hersenen actief wordt. Want dat krijg je door suiker. Dat is de reden waarom we ook een beetje verslaafd zijn aan die suiker. En op de lange termijn is de kans groter dat je steeds depressiever wordt juist. Als je te veel suikers neemt. 7 redenen. Om te minderen met suiker. Ja, dan krijg je het volgende punt. Waarom is het dan zo moeilijk om suiker te elimineren? Nou ja, als je aarzelt om suiker op te geven, ben je niet de enige. Want dat komt omdat je denkt niet echt zonder te kunnen. En dat heeft ook een beetje te maken met die spike die je krijgt. Hè? Dat geluksgevoel op het moment dat je wat suikerhoudend iets eet of drinkt. Suiker verschilt in veel opzichten niet van cafeïne, niet van sigaretten of harddrugs, als het om verslaving gaat. Net als alle andere verslavende middelen begint het dus met die dopamine in het kopje. Waardoor je gewoon echt goed voelt. Maar dan later dus echt vreselijk. En net als alle andere verslavende middelen krijg je langzaamaan een tolerantie voor suiker. Dat betekent je raakt eraan gewend. Dus je hebt steeds meer suiker nodig. Je hebt steeds meer zoetigheid nodig om je tevreden te voelen. We hebben dus eigenlijk vastgesteld dat suiker vaak slecht voor je is, maar dat het erg moeilijk is om ermee te stoppen. Dus wat is dan de oplossing? Ja, wanneer mensen zich ervan bewust worden hoe schadelijk bewerkte suiker voor hen is, is het eerste wat ze dan vaak doen, is gelijk weerstand bieden. Hup, gelijk
kappen met alles. Ja, dat is vaak ook weer niet heel handig. Dat heeft niet heel veel zin. En één keer stoppen is niet de snelste en ook niet de meest effectieve manier. Want voor het weet zit je er toch weer aan vast. Dat weten we met heel veel van dat soort dingen. Dus niet gelijk al die ongezonde suikerachtige zoetheid uit je leven halen. Want het gaat bijna nooit goed. Dus hoeveel suiker is eigenlijk oké? Nou, ik heb dat uiteraard even nagezocht. Een volwassen vrouw mag per dag 50 gram, dat is 12,5 suikerklontje, en vrije suikers binnenkrijgen. En een volwassen man 60 gram, dat zijn 15 klontjes. Nou, dat is advies voor vrije suikers. Dus dat zijn alle suikers die door de fabrikant zijn toegevoegd en alle suikers uit honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat. En de meeste van ons die consumeren elke dag veel meer suiker dan dit. Gemiddeld gebruikt de Nederlander 110 gram suiker per dag. Dat zijn 28 klontjes. En dat is dus een verslaving. Nou, hoe ga je nou suikervrij? Eigenlijk suikerloos. Hè? Dus minder. Ik heb het al aangegeven, je moet gaan minderen met suiker. Want je hebt ook suiker nodig. Suikerinname, om die te beperken tot een redelijk gezond bereik, ja, moet je eigenlijk de toegevoegde suikers en veel van het voedsel dat je eet, moet je aftrekken van de geadviseerde hoeveelheid. En dat betekent, om dat effectief te doen, moet je dus vertrouwd raken met voedseletiketten. Want toegevoegde suiker is lastig. Want het heeft ongelooflijk veel namen. Er staat niet letterlijk op het etiket dat er zoveel gram suiker in zit. Nee, het is verstopt onder allerlei namen in de loop van de jaren. Ik noem er maar een paar, want er zijn er veel meer. Maar we hebben dextrose, fructose, galactose, maltodextrine, ethylmaltol. Nou, je kan het online opzoeken zelf, want er zijn echt hele lijsten voor. Nou ja, de volgende stap om te minderen met suiker is kiezen voor alternatieven. Je kan kiezen voor bepaalde vervangers, zoals stevia. Moet je wel mee uitkijken ook. Ik weet nog dat het is alweer een paar jaar geleden. Mijn vrouw en ik die zochten naar, of wij zagen in een supermarkt, stevia suiker. Tenminste, dat was dan de vervanging voor het suikerklontje. En toen gingen we inderdaad op de verpakking kijken. En wat bleek, er zat 1% stevia in. En de rest was allerlei vulmiddel of allerlei andere troep. Dus het is helaas nog zo dat er in Nederland niet exact aangegeven hoeft te worden hoeveel er nou van een bepaalde grondstof in zit in de verpakking. Ja, het staat er wel op, maar in hele kleine lettertjes, zo gezegd. Nou, dus je kunt stevia nemen. Je kunt monnikfruit zoetstof nemen. Je kunt kokossuiker nemen, honing en ahornsiroop. Je zou ook nog xylitol kunnen overwegen. Hoewel daar ook alweer twijfels over bestaan, maar goed. Een suikeralcohol, dat is een suikeralcohol, die wordt gewonnen uit het maïs. Uit maïs of berk, die in veel groente en fruit wordt aangetroffen. Dus het heeft een beetje die zoet-suikerachtige goedheid, maar bevat slechts 24 calorieën per gram. Nou, gebruik deze alternatieven met mate, want ook al geven ze je misschien niet onmiddellijk de boost die een Snickersreep geeft bijvoorbeeld. Na korte tijd ben je er toch aan gewend en is het net zo bevredigend als gewone suiker. Het maakt niet uit hoe je begint of de strategie die je volgt om je hart en je smaakpapillen van suiker te ontdoen. Het advies is om het gewoon rustig aan te doen, langzaam aan te doen. Het kan een week, het kan 1 tot 3 weken duren om je suikerconsumptie te verminderen. Begin gewoon elke week met het verwijderen van een kleine hoeveelheid suiker. En probeer verwerkte suiker in je voeding te vervangen door natuurlijke suiker, zoals vers fruit en honing. Dan heb je wat minder die suikersmaak, die zoetsmaak. Dus, en je smaakpapillen die zullen er geleidelijk aan wennen dat er dus wat lagere hoeveelheden suiker in je eten zitten. En uiteindelijk zullen dranken en maaltijden waarvan je dacht dat ze suiker nodig hadden, misselijkmakend zoet lijken. Mijn vrouw en ik hebben dat op dit moment al. Als we af en toe iets, een bepaald koekje of iets anders eten, dan denk ik van zo. De vullingen springen ongeveer uit je kiezen, weet je wel. Zo zoet smaakt het dan. Dan denk ik van, nou, dat is ook, zijn we niet meer gewend.
Belangrijk dingetje nog. Suiker verbetert de kwaliteit van je leven niet. Je kan echt gerust minder met suiker. Ik heb een zoon die woont in Hongarije. En in Hongarije hebben ze gewoon echt veel minder suiker nog steeds in allerlei producten. Als je daar gebak koopt, dan zit daar aanzienlijk minder suiker in. Daar moesten we even aan wennen toen we er de eerste keer waren. Maar het smaakt ook. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, de suiker verbetert niet de kwaliteit van je leven. Doe precies het tegenovergestelde. Jaren terug is dat allemaal door degene die de suiker produceren. Hè? Suiker produceren in de bedrijven is dat die strijd gewonnen van het vet. Dan hebben ze aangegeven dat vet de veroorzaker was van het dik worden. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Ook wel, maar met name suiker. Nou, hoewel je misschien niet helemaal kunt vermijden, zal een aanzienlijke vermindering van je inname van suiker wel resulteren in een opmerkelijke verbetering van je uiterlijk, van je energie en van je stemming. Stoppen met suiker kan moeilijk zijn. Ik weet het. Zeker met dit weer lust ik graag nog eens een keer een rozeetje. In het weekend. En ik merk dat daar gewoon heel veel suiker in zit. Als je suiker... Dus stoppen met suiker kan moeilijk zijn. Er komen herinneringen boven dat je hebt genoten van al die zoetigheid. Ja, op de lange termijn zal stoppen met suiker echt leiden tot een gezonder en een langer leven. En daar gaat het uiteindelijk om, hè? Het gaat om de gezondheid. Nou, als we dit alles even samenvatten, dan kunnen we zeggen, suiker hebben we nodig, maar we krijgen te veel binnen. Je hebt echt suiker nodig, hè? Ook voor energie. Mijn moeder zei dat altijd, ja, je hebt suiker nodig, dat is voor energie. Maar niet te veel dus. Suiker is in veel gevallen niet gezond. En stoppen met suiker is lastig, maar dat is gewoon te doen. Het is te doen. Verminderen dan eigenlijk. En suiker verbetert niet de kwaliteit van je leven. Onthoud dat. Je kunt echt zonder suiker. We kijken tegenwoordig ook nog wel eens naar zo'n programma van die ongelooflijk morbide obesitas mensen in Amerika. En die zijn allemaal bezig met een soort genoegdoening zoeken in het eten. Die hebben vaak op jonge leeftijd hele vervelende situaties meegemaakt. En dat eten ze dan weg. Nou, dat zijn niet alleen vette dingen, dat zijn vaak ook suikerhoudende dingen. En dat moet dus steeds meer worden, hè? Die verslaving is dat uiteindelijk. Dus nogmaals, suiker verbetert niet de kwaliteit van je leven. Nou, tot zover even de informatie over verminderen met suiker. Vond je dit nou leuk? Doe mij dan het plezier, zet even een positieve opmerking onder de replay, zodra die online staat. En geef ook door aan vrienden en bekenden die dit interessant vinden. Lijkt me wel leuk. Als het publiek een keer wat meer wordt. Altijd gezellig. De volgende aflevering van Drink Thee met René is volgende week woensdag dus. Ook weer om 20:30 s'avonds. En dan ga ik het hebben over je darmen. Want de gezondheid begint in feite in je darmen. Als je darmen niet in orde zijn, ja, dan wordt het vervelend. Als je dit interessant vond en je wil wat adviezen over gezond leven, dan reageer dan even onder de video met yes, dat wil ik graag. Geef mij maar een beetje advies. Of neem contact met mij op via Messenger, hè? Dat zie je hier ook. Dan kan ik je advies geven. Maar je kan ook een berichtje sturen naar mijn e-mailadres info@renevanschraaf.com. Kan ik je ook wat meer informatie geven, info@renevanschraaf.com. En als je mijn verhaal nog eens een keer na wil lezen, dan ga dan even naar mijn website die hier vermeld staat. www.startliving.jouweb.nl. En ook daar kun je trouwens reageren door je aan te melden voor meer informatie. www.startliving.jouweb.nl. Kleine website, maar er staat wel mijn verhaal op. Heel belangrijk. Ik vond het heel erg leuk weer om te doen, deze aflevering. Ik hoop jullie volgende week weer allemaal terug te zien. Even kijken of hij doet. Ja, ik ben weer helemaal in beeld. Ik hoop jullie volgende keer weer allemaal terug te zien. En ik wens iedereen nog een hele fijne avond. En graag tot de volgende keer. Dag allemaal.